Hey, goedemorgen jongens en meisjes. Het is fucking lang geleden dat ik gevist heb. Echt maanden. Ik ben net terug van een vakantie naar Indonesië en Maleisië. Daar heb ik wel gevist, een tilapiaatje gevangen. Ik ken hem alleen van de filet, maar tilapia dus. Maar terug van vakantie en ik kreeg een telefoontje van Jurgen en, of een appje van yo, zin om vrijdag mee te gaan. Hij heeft een nieuwe boot in Starwild. En ik heb allemaal nieuwe camera's. Dus ik zeg ja. Lekker achter de snoek aan vandaag in de snoekbaars. Misschien een roof blij, wie weet. En het is nu 7 uur en ik zit hier te wachten. Hij komt zo met de nieuwe boot. En dan eens kijken of we wat kunnen vangen vandaag. Maar ik heb er in ieder geval zin in. Een enorme vangdrang, man. Niet meer normaal. En lekker nieuwe camera's proberen. Komt helemaal goed. Hopelijk landen we dit keer niet op de EHBO zoals de vorige keer. Maar we gaan het weer meemaken. Altijd een avontuur. Zo, we hebben even gegooid, maar nu gaan we toch eventjes wat trollen. En met deze letterlijke vuurlijk gehavende vis. Een enorme joekel. We moeten er nog steeds aan wennen dat die zo groot zijn. Hè? Maar het is een mooi staaldraadje door zijn hoofd. En dan lekker trollen. Oh, hier is ook, heb je die zelf gespoten? Die, nee, die? Deze kan ik ook zo kopen. Oh ja, ja. Ja. Oh, je had er eentje geverfd toch ook? Ja, die heb ik niet bij. Ik heb ze verschillende kleuren. Oranje. Heb je die allemaal bij van zon gehaald? Ja, allemaal bij Nettie van zon. Ja. Is goedkoop, hè, Nettieke? Nettie is goedkoop. Ja, die is goedkoop. En die heeft die dingen, hè? Die zijn ook niet overal te krijgen, hè? Grote forellen heeft ze nog, nitrouts. Ja. Van 30 centimeter, 40 centimeter, het is allemaal op veel wat. Oh, cool. Nou, we gaan beginnen. We gaan hem lekker laten zwemmen en dan zullen we zien. Dikke bak haken. Een dikke bak haken. Het is maar een heel kleintje hoor. Kijk, echt een kleintje. Kleintje op zo'n grote vis. Tikken we los. Ja. Als ik hem losje niet diep gehaakt zit. Kijk maar een kleintje. Goh! Op de roet. Ja. Bizar. Mondhaaktang. Kan dat? Je ziet het wel hè. Groot aas, dat is niet. Schoot aas is niet alleen een grote vis hè? Nee. Kijken waar de haak zit. Ja, die kan ik wel onthaken. Allee. Allee. Ik ben hier voor. Ja. Hoppakee. Daar gaat hij. Weer een ding van 60. Hij is wat flink gehavend. Er is niks meer van over. Cool!
Wat zin het? Deze, de slechtste die ik heb. En die vang ik altijd. Het is nu, hoe laat is het? 1 uur of zo? Ja, bijna. We hadden een beetje vermoeden dat het rond 1 uur zou beginnen. En net om 20 voor 1 klapte er eentje op Jurgens. Wat was het voor een fire? Nee, een Screaming Devil. Screaming Devil. Die doen het altijd goed, hè? Die doen het altijd goed. En hij had de hengel in de hand en een beetje mee in klooien. En een keer bam, ja, vol erop eigenlijk. Ik dacht eerst dat het heel dik was, maar viel mee, ik denk 65 centimeter of zo. Maar mooi wit van de onderkant. Dus dat betekent dat we in ieder geval van de nul af zijn, hè? Ja. Smiddags gaat het gebeuren. Smiddags gaat het gebeuren, jongen. Het is nu echt, ja, het is toch meestal om 1 uur. Dus dat gaat echt over 10 minuten gaat het gewoon helemaal los hier. Dat hopen we wel. Ja, tuurlijk. Gisteren was het heel goed, dat vind ik al tegen Tom. Ja. Gisteren ben ik ook geweest. Dat was echt super goed. En meestal is het als het een dag goed is, de volgende dag meestal matig tot slecht. Ja, ja. Dus ik had gisteren alle vis ook in de middag. Ja, dat is heel taai. Echt, we zaten om 8 uur op het water. Ja, 4 uur geen tikje. 4 uur helemaal niks. 4 hengels, 3 hengels, gefireballed, geworpen, getrold, alles erang gehad. Alles geprobeerd. Geen tikje. Dus het gaat gewoon in de middag gebeuren dan, hè. Dus, De beetballen hebben we gevonden, hè? Ja. Dus er zit enorm veel vis. Enorm veel aasvis hier. Echt van die enorme wolken. Ja, en dat trekken we nu rustig doorheen. En dan kijken wat dat gaat opleveren. Net kwamen we ook bij die aasvis en toen hadden we die snoek ook eraan. Dus we zagen net eentje jagen. Dat is ook goed. Ja. Dus begint wat tekenen van leven te vertonen. En dat is mooi. Oké, er hangen wat dreigende wolken boven ons hoofd nu. We hebben geluk dat we net van de andere plaats weg zijn gegaan, want dat betekent dat we hier nog even droog zitten. Maar ik weet niet hoe lang we het nog volhouden. Dus, maar goed, regen pakken aan en komt het allemaal goed. Hè. Maar het is erin, hè? Hij schudt met zijn kop, jongen. Ja. Schaaf? Nee. Een kleintje. Maar het is erin, hè? Dat is wel schat. Oeh, hij net vast. Yes. En de kop is eraf, jongen. Ja, ook. Wat? En de kop is eraf voor jou. Ja. Dat is een klein ding, hè? Ja. Nou. Het dringen zoemt. En lekker 3 meter. Dat is goed. Ja. Gaat ie, hè? Ja, hoeft niet te meten, hè? Nee. Hoppakee. Oké. Zo, nu hebben we honger. Nu gaan we naar de Mac, hè? Ja, ik zet de McDonald's. We hebben de Google Maps de McDonald's in geprogrammeerd. En volgens mij moeten we er zo, volgens jou in ieder geval, moeten we er zo kunnen komen. Dus we shall see. Zo, een fucking gekkenhuis hier. Dit is kermis. Net even de McDonald's besteld. En dan snel weer terug naar de boot en dan weer lekker het water op. Dat is niks van stad. Ja, hè? Ja. Nu ben ik echt honger. Ik heb 2 Big Macs, 2 dubbele cheeseburgers voor meegenomen. Dat is allemaal voor mij. Ja, dat is allemaal voor jou, jongen. Als je niet opkrijgt, help ik wel. Maar, jongen, net zijn dat, volgens mij kreeg je dat zo achterover, of niet? Nee, die gore augurken, die zijn goor. Ja, die gore augurken, ja. Dat is dubbel, hè? Die moet je niet eten, want je moet dus nog rijden dadelijk. 1, 2... 3, 4, 5, 6. Er zijn er 8, hè? Een fucking 8 hamburgers. Lekker! Ik wil niet de jongen leiden, jongen. Ja, goed zo. Alright. Nou. Alles zit erom. Kun je staan erom. Kijk even hoe uit je achter de dingen wilt hebben.
zoiets. Dan hou je lijn op spanning. Ja. Pak het plane bordje. Plane bordje. Dat is best wel een groot ding nog eigenlijk, hè? Ja, spelt hier aan. Moet je even kijken hoe dat zit? Je gaat er door en dan klikt je hem hier aan vast. Met de lijn tussen. Oh ja. Dat is die clip die er dan los trekt, ja. Dat is die bijt. Blijf je hangen. Ja. Dan houden we een beetje op spanning. Even kijken waar die hangt. De andere snoer nou. Die mooie zakken. Kijk, en dan gaat je naar de zijkant van de boot. De lijn een beetje op spanning houden. En waar je, hoe meer lijn je geeft, hoe verder dat je van de boot afgaat. Verder gaat ja. En dan kun je mooi langs kantjes, kort langs de kantjes vissen. Kun je in theorie met een hele hoop hengels vissen eigenlijk. Ja, hè? Ja, als wij het zaten, dan zetten we wel wat. Steun. Een beetje mog. Hup. En als je dan beet krijgt, klapt het bord los als het goed is. Ja. Ik heb alleen nog geen beet gehad dus. Misschien daar ik, hè. Dat gebied ben ik maar een amateur. Zo, het is nu 8 uur of zo. Ja. En er zitten totaal 4 visjes. Dus het was een taaie dag, hè. Ja, heel taaie. Het begint nog langs donker te worden, dus ik neem even de afsluiter op. Maar we hebben ons wel geamuseerd. Vijf. 4 snoeken en een baars. Oh ja, 4 snoeken en een baarsje. Ja, die baars tellen we niet. Ja, die baars telt niet echt. Maar ja, toch een lekkere dag. Toch lekker lang op het water gezeten. Van 8 uur vanmorgen tot nu is 12 uur op het water. Al tegen, ja. Misschien nog 13, maar dat is kan gebeuren. We hebben lekker McDonald's gegeten, hè. En de dag weer beter besteed dan op het... Oh. Ja, kijk, beter. Ja. Pak je maar. Pak hem maar. Dit is de echte afsluiter, hè? Godverdomme man, een live aanbied net tijdens het opnemen van de afsluiter. Echt super gaaf. Hoe lang was die? 91 of zo? 92. 92 centimeter. Aan de fireball, hè? Sleepend. Mooi vis aan de fireball. Een diepvriesbaarsje. Dus hartstikke goed. Cool! Hey jongens, bedankt voor het kijken. Ja, we gaan een laatste stukje trollen. Laatste stukje trollen. Als we daar weer beet krijgen, dan film ik hem nog. En dan komt het helemaal goed. En anders sluit ik me deze af. Hoi.